En niet één, maar wel twee boeken komen er binnenkort uit van de hand van de Almeerse schrijfster Aline van Wijnen. De historische roman De Verloren Dromen van Valeria en de Feel Goods. Eerlijk duurt het langst. En Aline is bij ons in de studio. Goedemiddag. Hallo, bedankt voor de uitnodiging. Ja, je, ben, je bent er weer. We hadden net even geteld. Uh, want je, je, jij schrijft echt in een moordend tempo nieuwe boeken. En nu heb je er maar liefst twee. Laten we het eerst even gaan hebben over de verloren dromen van Valeria. Het speelt zich deels af in Amsterdam in 2019, deels in Rusland in 1914, vooral in Sint-Petersburg. De rode draad is een paarse jurk die in de hermitage tentoongesteld wordt. Wat, ja, wat is dit voor, voor verhaal? Nou, Ik denk dat het wel heel leuk is om te vertellen hoe ik op dat idee ben gekomen. Want ik was in de Hermitage, ze hadden daar die tentoonstelling en dat heette de juwelen. Dat was een prachtige tentoonstelling. Ze hadden mooie Japonnen, ze hadden mooie sieraden uh, van de tsaren, van de aristocratie uh, uit Rusland, uit uh, de tijd voor de revolutie. En ja, uh, ik, ik vind het gewoon prachtig. En uh, ik zag een jurk daar, een paarse Japon, en ik denk van wie heeft dat ooit gedragen? En wat is er eigenlijk met die dame gebeurd? Want uh, wij weten hoe dat daar afgelopen is. Met de revolutie, met uh, de aristocratie, die is natuurlijk gewoon helemaal vernietigd uh, als uh, bevolkingslaag. En uh, we zaten met mijn man in de auto op weg naar huis. En we waren nog geen tien kilometer bij Amsterdam vandaan. En toen besloot ik om uh, daar een boek over te schrijven. Gewoon op onderzoek uit te gaan. En uh, een verhaal te verzinnen en zo'n dame te verzinnen. Die, die Jurk heeft gedragen. Ja, want zo gaat het eigenlijk ook in het boek. Hè? Dan, ja. uh, de hoofdpersoon ziet inderdaad die Jurk hangen ja. in de Hermitage. Er zit een kaartje bij die is gedragen door uh, naar Valeria. Dus. En uh, zij gaat zich afvragen. ja, wat is er van Valeria geworden? Dat ga ik uitzoeken. Maar dat was dus eigenlijk ook jouw verhaal. Ja, dat is precies zo gebeurd. Ja. En uh, Valeria in mijn roman, die is uh, niet bestaand. Die heb ik helemaal bedacht, helemaal verzonnen. Uh, maar ja, zij is eigenlijk wel een voorbeeld van uh, honderden of duizenden uh, vrouwen, aristocratische dames die toen hebben geleefd. Ja, maar dat is ook, dat is, daar zit natuurlijk sowieso natuurlijk een mooi verhaal in. Ja. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Heel veel van die aristocraten die moesten uh, vluchten, ja. zijn uh, op allerlei plaatsen terechtgekomen. Ja. En, en, en dat is toch ook een wereld die tot de verbeelding spreekt, natuurlijk. Hè? Baljurken en zo. Maar dan was dat ook wat gelijk bij jou. Uh, een belletje deed rinkelen van daar zit een mooi boek in. Ja, precies. En uh, mijn maand was ook meteen enthousiast. Hij zegt: We gaan uh, uh, van de zomer naar Sint-Petersburg. We gaan uh, uh, op onderzoek uit. Ja, en uh, toen kwam corona aan en dat kon niet meer, helaas. Ja, um, uh, ja want het boek speelt zich ook af in Rusland natuurlijk. Ja. Een hele andere tijd, 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden. Um, maar ja, roerige tijden toen in Rusland. Nu Altijd zorgen... ja. in Rusland. Ja. <laughs> Eigenlijk ook weer, uh, natuurlijk roerige tijden. Uh, is, uh, heb je nog even getwijfeld over dit boek? Omdat het met Rusland te maken heeft? Uh, nee, want uh, dat was toen nog niet. Dat, uh, het was in 2020 dat ik uh, dit boek heb geschreven. En uh, wat uh, iedereen toen bezighield, was eigenlijk de coronapandemie. Mm -hmm. En voor mij was dit boek eigenlijk een uh, soort van vlucht uh, uit de werkelijkheid. Ik heb genoten van het schrijven. Ik heb genoten van uh, die tijden, hoe uh, reurig ze ook waren. Het was voor mij echt heel, uh, heel fijn om daarover te schrijven. Want je bent niet in Sint-Petersburg geweest, hoor, nee, maar in nee. gedachten was je er wel? In gedachten was ik daar wel. De hele zomer van 2020 uh, heb ik. Uh, dat boek geschreven en ik heb uh, heel veel filmpjes gekeken, op YouTube gekeken, op uh, webcams gekeken en heel veel gelezen. Er zit echt ontzettend veel research in dit boek. Ja, zoals dus Aline eigenlijk uh, de, de coronapandemie doorgekomen. Ja, eigenlijk ja. wel, ja. <laughs> uh, ja. Heb je nog gekeken of jij zelf de jurk zou passen? Of heb je zo niet ervoor gestaan? Nou, uh, ik denk dat het me uitstekend zou staan. <laughs> Ja, nou, uh, ja, de, de verloren dromen van Valeria, dat, zo heet het boek, komt volgende week uit. Ga, ga je dat zo groot vieren? Nee, nee, ik ben niet zo van boekpresentaties. Uh, eigenlijk vind ik zo'n interview ook al een beetje een. Dus uh, nee, laat me gewoon onder mijn steen zitten schrijven. Ja, ja dit, is, dit, dit is dus echt een, ja, een historische roman. Ja. Uh, tegelijkertijd komt er dus ook een feel good van jou uit. Het is dan weer eigenlijk weer toch een heel ander genre uh, qua boeken. Hè? Dat is uh, eerlijk duurt het langst. Ja. Um, heb je, zit je daar dan tegelijk aan te schrijven, afwisselend, of hoe, hoe werkt dat bij jou? Uh, ik vind het heel leuk om uh, uh, de genres af te wisselen, want uh, uh, met uh, de verloren dromen ben ik echt een jaar bezig geweest. Uh, veel goed schrijven is sneller en het is ook makkelijker, want je hoeft niet zoveel research uh, voor te doen. Maar is dan ook dat als je bij het ene boek een beetje vastloopt, dat je dan naar het andere kan gaan? Nee, als ik nee? één boek aan het schrijven ben, dan blijf ik dat gewoon schrijven. Hm. Maar als ik uh, met een historische roman klaar ben, dan ben ik best wel moe, want ik heb natuurlijk ook echt heel veel gewerkt met research. En uh, dat moet allemaal kloppen, alle historische feiten. En dan is het fijn om... Maar dus je schrijft je gewoon om een beetje bij te komen. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dat is ook uh, feel good. Dat is voor mij een feel good, maar ook voor de. Lezers, dat is eigenlijk de bedoeling, ja, want uh, Valeria is onderdeel geweest van jouw leven, die, die, die vrouw, hè? dat is wordt het dan een soort vriendin. Uh, nee, het is geen vriendin, maar het is wel iemand uh, aan wie ik continu blijf denken tijdens het schrijfproces. Dat wel. Ja, want eerlijk duurt het langst, uh, vertelt het verhaal van Miranda, ja. dan moet je ineens weer helemaal toewijden aan een andere vrouw en aan een ander leven. Ja, klopt. En uh, ja, het duurt wel eventjes voordat je het verhaal kan loslaten. En meestal schrijf ik ook twee, drie maanden niet tussen twee boeken. Ik schrijf dan wel korte verhaaltjes of uh, ja, dat soort dingen. Maar, maar ligt het ene boek nou ook dichter bij je hart dan het andere? Het is net alsof je vraagt welke van de twee kinderen ik liever vind. Maar ja, ik moet zeggen dat uh, de historische roman is, uh, iets dichter of dierbaarder is. Omdat het zo bijzonder is. Omdat er daar zoveel research in zit. En het verhaal is ook bijzonder. Eerlijk duurt het langst is wel een heel leuke feel-good. Maar het is wat standaard, moet ik zeggen. Het is een leuke, leuk boek dat je op vakantie meeneemt. En, uh, ja, en kan je iets meer vertellen waar, waar dat over gaat? Het gaat over een boekwinkel? Uh, het gaat over Miranda en uh, zij woont in Amsterdam, zij is in haar dertig, zij heeft een leuke baan. Uh, zij is gelukkig getrouwd, denkt ze, uh, maar op een dag uh, raakt ze alles kwijt en uh, uh, heeft ze geen andere plek om naartoe te gaan dan bij haar tante in een uh, provinciaal stadje. En daar gaat ze haar helpen in een uh, boekwinkel. Dus op zich is het wel best wel standaard. Maar uh, er is geen één geen verhaal standaard. Er is altijd iets origineels. Ja, bubbelen er alweer nieuwe verhalen op? Ja. Ben je alweer bezig? Ja, ik ben aan het nadenken. Een beetje aan het brainstormen met mezelf. Een beetje overleggen met mijn man en uh, schrijfvriendinnen. Ja. Want ja, ik begrijp dat je man dus echt een hele belangrijke invloed is op je, op je schrijfwerk. Of? Mijn man? Ja. Ja, zeker. Ja, ja hoe, wat, wat, op wat voor manieren staat hij je dan bij? Uh, op alle mogelijke manieren zelfs dat hij nu met mij mee is gekomen, dat is ook wel een beetje steun en uh, ja, het is ook gezellig. En ik kan alles met hem bespreken. Ik kan uh, mijn ideeën voorleggen, mijn twijfels kan ik aan hem voorleggen. En uh, als hij iets, uh, als een mening heeft, dan uh, deelt hij dat uh, gewoon altijd met me. Ja. ja. Nou, volgende week komt dus uh, de verloren dromen van Valeria uit. Uh, en dan uh, niet zo lang daarna, eerlijk duurt het langs, uh, over de boekwinkel van uh, Miranda. Nou, wil je dat gaan lezen, zou ik snel naar de boekwinkel gaan en alvast reserveren. Aline van Wijnen uit Almere, dankjewel. Nou, en ik uh, vermoed zomaar dat we je volgend jaar weer zien hier. Tot. Ik hoop het. Yes. Bedankt voor de ging.